terug op die plek. Zondag 25 september, Sportpark De Poel. Anger maakt zich op voor een rentree in de derde klasse C. Promotie is het gevolg van het goede seizoen van afgelopen jaar en mag het dit jaar bewijzen in die derde klasse. Zal het alleszins moeite mee hebben, want het is een strenge eerste derde klasse, waardoor de ploeg zal moeten presteren met veel spelers die vertrokken zijn. Moet Anger het maar laten zien. En heeft het al moeilijk in de beginfase in de wedstrijd tegen FC Jeugd. De bal belandt op de paal en geeft na een kleine 10 minuten spelen al gelijk een beginsignaal af richting de ploeg van Gerrit-Jan Barthe. FC Jeugd nog steeds in balbezit. De beginfase voor de bezoekers probeert Anger wel het initiatief te nemen. Bal nu in de diepte, schieten, maar is de keeper goed op zijn post en blijft het zo toch 0 tegen 0. Angeren dus met een aantal nieuwe namen, veel jeugdspelers, een drietal spelers van buiten afgekomen, waaronder van HAVO en Jonge Kracht, proberen vandaag het verschil te maken. Maar de keeper duikt goed in de korte hoek, waardoor Angeren voorlopig nog op de nul blijft staan. Via de rechterkant, Angeren wat meer grip krijgt op de wedstrijd, bal wel hoog overschiet. Maar zoals gezegd, in ieder geval wat meer de druk van FC Jeugd van het eigen doel weet af te houden. Klein half uurtje gespeeld. De wedstrijd iets wat zenuwachtig. Beide ploegen niet op achterstand willen komen. Anger met een diepe bal het gaat proberen. Via die linkerkant, 16 meter gebied in. Bal voorgeven en dan schieten. Gaat hij prima in de doelmond. En is het toch de thuisploeg met Mees Kusten die op 1 tegen 0 voorsprong komt. Zo doet Anger het goed. Groeit het in de wedstrijd. En komt het verdiend op 1-0 voorsprong. De bezoekers op de helft van FC Angeren. Afstandsschot wordt geblokt. Angeren die wellicht over kan nemen. Toch weer FC Jeugd. FC Jeugd met veel internationale namen. En die bal hoog in het doel schiet. Joost Derksen vandaag de keeper. En was kansloos. Kijkt u nog even mee. Een fantastische vrije bal vanuit een positie waar Joost Derksen wel zicht op had, maar onhoudbaar. En terecht de tussenstand van 1 tegen 1. Wat gelijk dan het rustsignaal was. Tweede helft. Angeren zich op mag gaan maken om te kijken of het toch aan een voorsprong kan gaan werken. Maar FC Jeugd laat zien dat het vandaag niet gekomen is voor een nederlaag. Wil hier in Sportpark De Poel een resultaat weghalen. En doet dat via de linkerkant. Althans, de pressie probeert het uit te voeren. Bal hoog bij de tweede paal. En een overtreding. Oei, 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 Ruben Hofs, wat doe je daar? Binnen de 16 een overtreding. Dan kan Oosturk zich op gaan maken met rug nummer 70 voor een penalty. Om een voorsprong te komen. FC Jeugd schiet. En ja, zo is het alweer 1 tegen 2. Ilke Oosturk tekent de voorsprong aan voor de bezoekers. Ja, en zit Angeren toch even in een lastig pakket. Hoe komen de mannen van Gerrit-Jan Barthe hier uit? In ieder geval over de middenlijn op de helft van FC Jeugd. Bal spelend aan de rechterkant. Veel ruimte aan de rechterkant. Mogelijkheid hier wellicht om toch door te komen binnen de doelmond. Maar die bal wordt voorlangs geschoten. Kusten, Joep Kusten die het probeert. Had de bal wellicht beter af kunnen geven, want zijn bal ging dus voorlangs. En wordt het in ieder geval geen makkelijke middag. Niels Klein inmiddels wel in het veld gekomen. Hier een overtreding overigens die geel oplevert. Larakker, een van de nieuwkomers aan Angerse kant, wordt geblesseerd en moet het veld verlaten. Vrije trap nu voor FC Jeugd. Bal gepakt door Joost Derksen. Die overigens een prima middag had. De bal die hij moest laten gaan bij de voorsprong voor FC Jeugd was ook kansloos voor de keeper. Maar hier een mogelijkheid voor die Niels Klein, de invaller. Op het moment dat hij erin kwam begon het spel weer te leven. En geeft de bal op Mees Kusten, de afvallende bal. Die scoort zijn tweede doelpunt van de middag. En zet Anger weer langs zij FC Jeugd. En met nog 8 minuten te spelen staan beide ploegen weer in evenwicht.
En is het weer diezelfde Niels Klein die het gaat proberen. Van afstand, zoals hij dat zo mooi kan. Wordt makkelijk gepakt door de keeper in dit geval. Dan is het bijna gedaan, de officiële speeltijd. Angeren nog wel in balbezit. Zitten dan nog wat extra's in de staat van deze wedstrijd. Een afstandsschot, een mogelijkheid. Tweede instantie, Angeren die het probeert. Maar die bal die gaat er niet lekker in. Sterker nog, die gaat naast het doel. En daardoor blijft het tot aan die extra tijd een gelijke puntendeling. 2-2 nog steeds de stand. Met een vrije trap in die extra tijd voor FC Jeugd. Het zal toch niet zo zijn dat Angeren hier punten gaat inleveren. Want starten met een nederlaag, dat is het laatste wat je wil. Dan maar een puntendeling. Maar voorlopig nog wel de bezoekers in balbezit. Prachtig mooi hakje. Wordt gedaan. 16 meter. Blijft van hem af. Afstandsschot. Nee. Nu mogelijkheid. Oh, dat is een buitenspelsituatie. Gelukkig. Maar ook Bart van Dinten, de nieuwe aanvoerder van Angeren, weet die bal prima op te ruimen. Maar buitenspel, dat was het. Daardoor sowieso nog 2-2. Tweede minuut extra tijd inmiddels verstreken. Angeren nog één keer in die aanval. Via die linkerkant. Bal geven. Natuurlijk op Niels Klein. Op wie anders. En hij is het die de wedstrijd beslist. Niels Klein, invaller bij FC Angeren. Op het moment dat hij in de wedstrijd kwam, veranderde alles. En wint Angeren vandaag terecht deze wedstrijd met 3-2.